opnieuw min 10. Het zal nog wel koud worden ook. Zonsondergang. We gaan even lopen, Inge en ik. Zo. Het is spekglad. De zon gaat daar nu onder. Zomers gaat hij daaronder. Nou, even lopen. Mijn voeten. Schoenen hebben in het halletje gestaan. Die zijn koud. Nou, Steve's auto staat hier. Met zomerbanden. Het is echt een toestand geweest om hem hier te krijgen. Maar ja. Heetje joh. Moet eens kijken wat een sneeuwduinen. Ja. Indietje, ga je mee? Kom. Je ruikt weer iets, hè? Kom, lieverd. Kijk eens hoe mooi. Ja, het is wel mooi. Hoe vinden jullie dit plaatje? Mooi, hè? Het is een hele oude bomen. Een S volgens mij. En als de sneeuw zo diep is, dat is een centimeter of 20, dan, en je hebt geen dubs, dan rij je jezelf er al in vast. Dubs, oftewel spikes, zijn verboden in veel landen, want het tast natuurlijk het asfalt aan. In Duitsland en in Nederland mag je er sowieso niet mee rijden. Dat zou betekenen als wij in de winter richting het zuiden willen, dat we winterbanden moeten aanschaffen zonder dubs. Steve heeft Geer zijn auto geleend om nachtdienst te rijden, om naar zijn werk te rijden. Gekke Indie. ze hebben nou ook hier geschoven, dat is mooi. We werken, Steve en ik, op dezelfde plek in Eksjö. De rit daar naartoe is 5,6 mil, zo zeggen ze het hier. Dat is 56 kilometer. Dus we rijden per dag zo'n 112 kilometer. Of per keer, zeg maar, heen en terug. Dat is best wel ver. Voor een Nederlandse begrip is dat ver, voor Zweedse niet. Ik laat jullie veel sneeuw zien, ik weet het. Maar ja, normaal ben ik ook veel buiten. En nu ligt er toevallig sneeuw. Ik had gehoopt dat dit wat sneller weg zou zijn. Maar het is een blijvertje, denk ik. De sneeuw. Zo snel verliezen we het licht. Dat is echt weg. Hij gaat sporen achterna hier. Ik weet niet of je het kunnen zien. Dat is hert. Het zijn natuurlijk diepe sporen. Maar hier kun je duidelijk zien. Ruik je hert? Kom maar lieverd. Die zijn op weg naar onze tuin. We gaan de koolplantjes dadelijk neerleggen. Dan kunnen we ze lokken. De hele zomer lang is hier een eland geweest. Uiteindelijk met jong. Maar die zijn vertrokken of geschoten. Dat hoop ik niet, maar ze zijn er in ieder geval niet meer, helaas. Dit is wel echt de tijd om ze te ontdekken. Nou, het is nog geen 50 meter verder. Laatste licht.
Kijken wie daar nu aankomt. Die klimt gewoon over het hek heen daar. Steve die heeft geslapen. Die doet altijd een wandeling daarna. Hey. Ja, het is heel diep die sneeuw. Hey, gozertje. Indie Pindy. Hopla. Nou weet hij ook hoe hij onder die hekken door moet komen. Erg fijn. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, eroverheen. Ja. Hey, vloef. Plop. Hey. Hey, boef. Hey, boef. Lekker geslapen? Ja. Ja? Ik had wat energie om door die sneeuw heen te lopen, zeg. Ja. Helemaal lijp. Ga mee, kom. Druk te maken. Indy is mogen peert de tuin in. Die heeft haast. Hertenspoortjes. En Indy vraagt erom. Hertenspoortjes. Dus even kijken of ze aan ons groen hebben gezeten. Want daar heb ik... Dat heb ik gisteravond in het bijna donker neergelegd. Ze hebben goed geschoven hier. Dat zijn de boeren zelf. Dat is onze buurman. En ik weet dat ze ook nog een jongen inhuren die dat doet, die verderop woont. Nou, even kijken. Gaan we even de tuin in. Niet zo heel veel meer over van onze Snow Queen. Ja, die viezerik heeft er tegenaan staan piezen. Kijk. Zien jullie hertensporen? Hier zijn hertensporen. Ze hebben het niet helemaal opgegeten, maar... Zijn hier te sporen? Ze zijn er wel geweest. En zo te zien, hebben ze er wel aan geknaagd. Nou, Steve gaat mij helpen met dit. Banden verwisselen. Ik kan moeilijk één wiel hier eraf halen en hem daarna op zijn velg zetten. Dat kan ik wel. Ja? Oh. Ja hoor. Oké. Okay. Ik kan dat wel. Nou ja, jij zegt het. Laten we het hopen. Ja. Nou, dit is een goede krik, ja. En dat doe je op dat ijzeren ding hier zo? Of, Nee, ja, dat kan ook. Deze is wat hoog. Oké. Okay. Ja. Indy zit me aan te kijken van wat maak je me nou? Nou, deze kat is nu ook van de vloer, dus is alles dat dan ook gaat. Oké. Ja, het is gratjes. Indy trekt echt zo'n bekje van. Maar. Kom maar, kom maar. Hoi. We moeten straks ook de achterkant hebben.
Kijk, nu gaat het profiel in de goede richting. Ja. We hebben oplettende kijkers. Zeker nu met deze omstandigheden is het heel handig als het profiel de goede kant op gaat. Ja. Yep. Rotation. Ik trek ze niet helemaal aan met deze, want deze is gemaakt voor tractoren. Ja. Dan krijg je je wiel er nooit meer af. Nee, precies, dat dus zeiden mensen al. Ik pak straks diegene die voor auto's is gemaakt en dan trek ze helemaal vast. Ja, prima. Heel goed. Nou, je handschoentjes zijn nu al zwart, ja. Ja. Nou, kijk, deze is voor tractoren. Ja. En dan hebben we deze voor auto's. Aha. Dus deze trekt dan goed genoeg aan voor auto's. Ja. Zodat als je een keer langs de weg staat en je moet hem met de hand vervangen. Dat kan. Dan kan het nog. Ja. Want je draait ze... Draait hem gewoon, zeg maar, handvast terwijl hij in de lucht staat. Ja. En dat echt vasttrekken doe je terwijl hij op de grond staat. Oké. Okay. I know. Kijk, dat is dus wat ik bedoel met... ze doen dingen voor elkaar. Geer heeft zijn badkamer, tegelvloer gekit. Omdat Steve er niet was. En nu werkt Geer en doet Steve dit voor ons. Dus... zo gaat dat bij ons. Is dat mensen natuurlijk. Dan zie je ook ergens waar staat die draairichting. Staat daar één. Ja. Ik had ook zien dat profiel. Het profiel maakt een pijl naar voren toe. Ja. Kijk wat voor spanning je banden nodig hebben. Staat het er niet op? Ja. Oké. Okay. Tussen 2.4 en 3.1. 2.4. Dat ligt altijd aan de snelheid en belasting en dat soort dingen. Ja. Nou, belasting hebben we nu niet. En met keiharde banden rijden lijkt me niet zo heel slim nu. Nee, dus we gaan dichter bij de 2.4. Ja. Nou, het is weer voor elkaar met dank aan Steve. Geen twee linkerhanden die jongen. Yeah. Thank you very much. Ik heb als het goed is natte doekjes in die... En dat ding liggen. Ja, dat is wel nodig. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we even een pakje ophalen en dan zijn we weer klaar voor vandaag. Thank you! Zie je niet. Blijf even stilstaan. Ja, stop, stop. Daar is die. Rijntje. Hij is wel heel mooi. Hoi Boefie. Ja, dan blijven ze achter een heuveltje of achter een struik blijven staan. Ik zie mijn vang, hij staat daar nog. Ja. Ik zie hem niet meer. Daar. Daar is hij. Ja, daar, ik zie hem. Ja, daar gaat hij. Daar peert hij hem. Hij is leuk. Doei. Hebben we die ook weer gezien? Ja. Oeh, kijk eens naar wat voor een mooi uitzicht je bent naartoe rijden. Ja. Kijk, en ik heb dubs, dus ik kom de helling op. Ja? Dat gebeurde jou niet met je zomerbandjes. Nee. Het was een gevecht. Het is heel jammer dat we dat niet gefilmd hebben. Hallo. Dus dat was een avontuurtje. Dat was een avontuurtje. Hoi, hoe goed je toch? Ja, hallo. Hoi, hoi. Oh, oh. Oh, het sloeg tegen mijn neus aan. Oh. Man, het is spekglad. Het is glad en gevaarlijk, maar wel mooi. Ja. Je ziet. Dus we gaan weer twee herten. Ja. Ah, daar. Ja, je ruit is beslagen ook. We hebben heel wat hertjes gezien al, hè? Hertje ja. Specht.
ik een vraagje aan jou, Steve. Naar aanleiding ook van commentaar van kijkers. Wacht even, ik moet eerst even op de weg blijven. Wat vind je er nou van dat mensen tegen ons zeggen, oh, dat houtstoken wat jullie doen is fout, want dat moet verboden worden? Nou ja, als je het over milieu hebt en fijnstof en dat soort dingen. Ten eerste moeten alle kogels die iedereen heeft in Zweden moeten goedgekeurd worden door de brandweer. Meerdere keren per jaar. Niet alleen voor brandveiligheid, maar de kogels moeten ook een schone verbranding leveren, zodat je weinig fijnstof produceert. Maar houtkachels hier in Zweden worden ook gezien als carbon neutral. Ja. Omdat elk stuk hout dat je verbrandt, elke boom die je verbrandt, moet hier wettelijk weer teruggeplant worden. Binnen 2 jaar. Binnen 2 jaar, ja. Dus alle gevangen koolstoffen die je hebt in dat hout dat de lucht in gaat, wordt weer opgenomen door de nieuwe boom die weer teruggroeit. Dus het is een cirkel die zich blijft herhalen. Dus houtkogels worden hier gezien als carbon neutral, omdat ze herplant moeten worden. Ja. Kijk, wij zijn niet de enige met een houtkachel. 99% van de Zweden stookt op hout. Ja. En dat zijn niet alleen de particulieren, dat zijn volledige gemeentes. En ze hebben hier vroeger vaak op olie gestookt. En olie is natuurlijk nogal vervuilend, yep. Dus dat mag niet meer. In plaats daarvan zijn de meesten hier op hout overgegaan. En juist ook vanwege het feit dat dat dus duurzaam is, dat ze dat verplicht zijn om terug te planten. Dan hoop ik dat ik mezelf en jou een beetje in beeld heb zo. Ja, maar dit even om een antwoord te geven op de opmerkingen vooral die we kregen naar aanleiding van het laten zien van onze houtkachel. Je kunt de Nederlandse situatie niet vergelijken met de situatie in het noorden. En dan heb ik het niet alleen over Zweden. Kijk, fijnstof probeer je te voorkomen met een goede installatie. We hebben deze kachel bij Reni gekocht omdat hij een dubbele verbranding heeft. Het is een convectorkachel. Hij is hier gekeurd door de brandweer. We hebben een inspectie gehad toen die nog niet gebruikt was. En die doen allerlei metingen. En niet dat ik een discussie wil beginnen, helemaal niet. Maar ik wil jullie wel aangeven dat degene die opmerkingen hebben geplaatst, natuurlijk, weet je, ik bedoel, alle opmerkingen zijn welkom. Maar probeer je in te denken dat die opmerkingen komen vanuit de situatie waar jij woont. En die is niet hetzelfde als onze situatie. Wat ook interessant is over fijnstof. Je zegt fijnstof wordt niet opgenomen door bomen. Maar tegelijkertijd, wat doe jij met aarde als je aarde wil verrijken om je planten te laten groeien? Ja, de as. Gooi je de as doorheen. Ja. En wat is fijnstof? Is een vorm van as. Dus dat fijnstof landt op een gegeven moment in het bos tussen de aarde. Nou, dat voedt gewoon de bomen weer. Die concentratie door al die uitlaatgassen in zo'n stad kun je niet vergelijken met onze situatie. Die houtkachels die ze hier hebben, bijna elk huishouden in Zweden heeft, dat doet bijna niks. En dat gaat gewoon weer terug de natuur in. Ik weet dat ze hier heel erg bezig zijn met milieu en veiligheid en schoon leven. Dat heel belangrijk is in Zweden. Maar ze hebben nog nooit gezegd, we moeten van de houtkachels af. Omdat het carbon neutral is. Precies.